En wat gaat er dan gebeuren als je met water hebt gedaan? Nee, dat is hier een spoor van water. I know, like somehow it was dripping or something. Ja, wat gaat er gebeuren? Dit is een motor. Die gaat dus hier naar binnen. Het gaat door deze tube omhoog. En het komt hierin. En het gaat hier naar beneden. En hier zie je wel wat gebeurt. Dit gaat niet zo makkelijk. Dat heb je helemaal zelf gebouwd net. Papa hielp een beetje. Mm-hmm. Denk je dat dit zo een beetje genoeg is, papa? Nou, 2 inches, hè.